ik moet eerlijk zeggen, ze speelde lang niet zo mooi als het orkest van vanavond onder leiding van Jan! Goedenavond. Je hebt de boom er ook staan thuis, ja, hè? Hele mooie boom. Het is zo leuk, Jan speelt al jaren piano, maar hij studeert nog steeds, hè? Ja. Je bent nog steeds aan het studeren. Ja, elke dag 4 uur. Oh, en vooral zijn buren zijn daar zo blij mee, hè? Want zijn jouw buren er altijd blij mee dat jij studeert, hè? Die vinden dat prachtig. Ze hebben van de week hebben ze al zijn ruiten ingegooid om het beter te kunnen horen, weet je wel. Maar goed, we gaan gauw beginnen met het programma en we beginnen met het beginnen. Daarom beginnen we met de eerste gast. Wij zitten een hele bijzondere vrouw, dat is Beatrice Camoen en ze komt uit Gembes. Ja, Gembes. Gembes, dat ligt in Belgique, in België. België, ja. Is dat een beetje de Franse kant op? Franse grens, ja. Franse grens. Wallonië. Maar u spreekt Nederlands als een tierenlier, zeggen wij hier. Geen probleem. Oh, de dier. U bent een hele bijzondere vrouw, want u bent niet zomaar een Belgische mevrouw. U bent een zangeres en een... Een zangeres waar er heel weinig van zijn. Want u heeft een hele bijzondere stem. Dat is die Siberische alt, hè? U bent een... Een Siberische alt. Een Siberische alt. Ja. Dat zou je niet zeggen als u zo ziet zitten. Dat is hier een Siberische alt. Ja. Maar een Siberische alt, ik heb geen idee. Een vrouwelijke bas zelfs. Een vrouwelijke bas. Bas bariton, om precies te zijn. Een vrouwelijke bas. Bas bariton. Dat is een hoge bas. Ja, ja. Maar een Siberische alt, dat is een Russische... Ja, de Russische bas die is beter gekend, hè. De Siberische bas of de Russische bas. Het, en u heeft het over een stem, hè? Niet zo'n ding wat je tussen je benen hebt, zo'n... Nee. Dat is een klassieke stemcategorie. Ja. En die zingt een volledig octaaf dieper dan het klassieke medium. Ja. Van de klassieke stem. Ja. Ik zing dus een octaaf dieper dan het klassieke medium van de vrouwenstem. De Russische bas of de Siberische bas die zingt een octaaf dieper dan het klassieke medium van de mannenstem. Maar hoe ben u daar achter gekomen? Want dat is een ingewikkelde theorie. Ik heb gewoon in het conservatorium geleerd. Op het conservatorium hebben ze dat u verteld. Ja, maar het is dus een hele oude alt stem. Ja, maar is de Siberische alt, is die net zo oud als de Asbach-Uralt of is die nog oud? Ik heb er nog nooit van gehoord. De Asbach-Uralt? Nog nooit van gehoord. Van die is er. Die is heel goed voor de stem hoor. Waarschijnlijk ook voor de Siberische alt. Siberië, vroeger werden daar misdadigers heen gestuurd. Ja. Komt dat door u dat ze zeggen van ga eens even luisteren? Wat, Ik denk dat daarmee komt. Hè. In Siberië is het koud. Hè. En als een mens een verkouden is en hij is schor, dan zakt de stem naar beneden. Hè. Ja. En u hoort in Rusland, daar hebben ze zeer mooie stevige bassen. Ja. Daar komt de naam, hè. Het zijn ook hele goede vioolbouwers, hè, daar. Hoe heeft u het geleerd? Ah, ik heb conservatorium gedaan. Ik heb een tweede prijs van het conservatorium van Brussel, hè. Ja. Gewoon klassiek notenleer gestudeerd en piano leren spelen en zanglerares gevolgd, hè. Maar ik heb feitelijk mijn diploma gehaald, niet als Siberische alt, maar als klassieke alt, dus in falset een octaaf hoger. Goh. Ja, het was ontzettend zwaar. Ja. Dus ik weet niet waar die was, maar treedt u vaak op daarmee? Is er Ja, dat heeft toch zijn succes de laatste tijd. Het is iets origineel, hè? Ja, het is zeker origineel. Ja, origineel. Ja, we gaan het zo horen, hoor, maar ik zit het even op te kloppen dat ze denken van, nou, er komt eigenlijk wat, maar dan gaat het echt... Zo'n stem, hè? Ik doe het nou niet goed. Het lied dat u gaat zingen heet Liefde in de Maneschijn, waar... Liefde in de Maneschijn. Waar gaat dat over? Oh, het gaat over een echtpaar. Want u heeft het zelf geschreven, eigen tekst en eigen muziek. Ja, eigen tekst en eigen muziek, ja. Het gaat over een echtpaar dat getrouwd was, maar het is niet zeer gelukkig. Geen gelukkig echtpaar. Geen gelukkig echtpaar. Dus, en er komt na verloop van tijd krijgt de vrouw een vriend. En ja, daar komt een echtscheiding van. En ja, kijk, ze vinden ziekte en miserie een wereld vol met ruzie. Dus oorlog en heel veel boek. Het is in feite een lied voor de vrede. Voor de vrede. Ja. Nou, we zijn ontzettend benieuwd, dames en heren. U gaat nu dus voor de eerste keer op de Nederlandse televisie een Siberische
alt horen. En nou, uit Jembus, België. En het lied heet Liefde in de Maneschijn. Ben je terecht? Mag ik u zeggen? Was in de lente en ik was het echt waar. De liefde die had mooie ogen en ik had verdriet vroeg onder de ogen. Een man die zei, kijk wat een liedje, maar ik kan voor de dag verschrikken. Maar dat je zei, dat zal niet zijn en ik besluit het niet eruit. Wij wel draag moesten trouwen. Maar de liefde ging voorbij. En de man is gebleven. Rome, iedereen uitstappen. De reizigers met bestemming het geluk worden verzocht te begeven naar Koning Zeven. Als op een dag aan de jaren voor reizigers en die spreken voor je ogen als een gebeurt met het hoofd. Ik heb dan eindelijk toch geleerd.